Ik ben onderweg naar Leiden. Daar woont Corrie Thijsterman met haar hondje Kaya in een knushuurhuisje voorzien van gezellige achtertuin. Nou, wat willen mensen nog meer, zou je zeggen? Nou, nog heel wat, want Corrie heeft zoveel overlast van de overhangende takken van de buurman dat het haar inmiddels behoorlijk de keel uithangt. Hij moet gewoon die rotsen gewoon opruimen, die bomen moeten gewoon weg. Het is gewoon een doorn in mijn oog. De buurman in kwestie, Cas Koevoet, geeft toe dat zijn tuin inderdaad een tikkeltje uit de kluiten gewassen is, maar snapt niet waarom de buurvrouw zich daar nou zo druk om maakt. Sterker nog, hij vindt dat zij eigenlijk helemaal niets met zijn tuin te maken heeft. Iemand die naast je woont heeft toch geen eisen te stellen aan een andermans tuin? Zij woont aan de ene kant van de schutting, ik aan deze kant dus. Sorry. Inmiddels groeit het hele gedoe bij de buurtjes behoorlijk boven het hoofd. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser deze zaak eens flink komt knippen en scheren. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above. Nou, dit is de tuin. Dit is mijn tuin. En dit is Biesbos. Alles hangt eroverheen, je ziet het. Het komt er allemaal doorheen. Wij houden zelf de tuin goed bij, dat doen mijn kleinkinderen. Nou, ik vind dit niet normaal. Dit zijn vlox. En dit zijn bramen. Een pruimenboom. En dat is een perenboom. Een conifeer staat erbij. En dan die kers. Het is eenmaal een uitzonderlijke boom met mooie bloesem en zo en mooie bladeren. Hier groeien aardbeien en hier hortensia. Als er een eik van 50 meter hoog staat, vind ik dat ook prachtig natuurlijk. Nee? Hierachter zit de schutting. En die schutting is aan de onderkant, gaat het helemaal rotten. We hebben al twee keer een nieuwe hekken geplaatst, maar het blijft niet aan de gang. Straks gaat dit ook kapot, doordat het er doorheen gaat zitten. Want dan kan ik weer overnieuw gaan. Gaan beginnen. Dat komt allemaal doorheen. Daar word ik helemaal confuus van. Dat mag ze zelf wegknippen, dus. Zelf afknippen, dan doe ik al 6 jaar. Ja, ik vind het wel meevallen met wat er over de schutting hangt. Ik bedoel, laat hem die tuin leegrossen, jongens. Weg dit zooi, wat moet hij ermee? De hele tuin leeg hebben. Dat hoor ik vandaag voor het eerst. Ik hou ook rekening met de buur houden. Dan ook een beetje rekening met mij houden. Geen Biesbos. Volgens mij is het er nooit geweest. In de Biesbos. Ze weet niet eens waar het is. Nou, daar zijn we dan weer. In het gezellige Leiden. Maar Leiden is opnieuw in last, want je zal maar last hebben van de takken van de buurman. We hebben trouwens vandaag te maken met een clash, een burenclash op leeftijd. Want daar op de hoek op nummertje 71, daar woont mevrouw Thijsterman en die is 74 jaar oud. En die heeft het aan de stok met meneer Koevoet op nummertje 73 en die is dan weer 71 jaar oud. Ja, het is een beetje onhandig, in Leiden wordt niet genummerd op leeftijd. Maar goed, we redden ons eruit. We gaan beginnen bij mevrouw Thijsterman op de hoek. De liefde hangt aan de voordeur. Boeddha in de vensterbank. Nou, die heeft genoeg te doen, denk ik. En no smoking. Nou, komt goed uit. Goedemorgen, mevrouw Thijsterman. Goedemorgen, Victor. Hoe maakt u het? Leuk dat je bent. Goed. Ik kom met u praten over de ruzie met de buurman. Oké. Ja, dus zo leuk is het niet. Nee, inderdaad niet. Mag ik binnenkomen? Ja, kom maar verder. U heeft het gezellig voor elkaar. Ja, leuk. Mooi huis. Voordat we gaan zitten, zullen we eerst eventjes naar de plaats delict, de achtertuin. Ja, laten we maar daar doen. Om te kijken wat er nou precies allemaal aan scheelt. Ja. Dat is de Kaya, de beste vriend van dat het huis. Dat is Kaya. Ja. En een fraaie... Nee, foei. Nee. Kom maar. Ja, weet u het zeker? Nee, kom maar. Nee, kom maar, Victor. Hij plaatst je. Ja, nee, tuurlijk. Blijf. Nee. Foei. Blijf. Kom maar. Nee. Bravo. Nee.
Goed. Los van de hond, wat is het probleem in de achtertuin? Overhangende takken. Van de buurman? Van de buurman. Ja, en dan heb je het over die braam die hier over de schutting groeit? Ja, die bramen. Ik zie daar ook nog wat hedera doorheen komen. Ja, komen allemaal doorheen daar ook. Terwijl jij volgens mij heel erg je best doet op je tuintje. Ja, dat doen we zeker. Vind je het belangrijk om lekker in je tuin bezig te zijn? Ja, ik vind het belangrijk dat een tuin netjes is en mooi is. Ja. Je hebt die bessies, dat waait mijn tuin in. En zodra je erop gaat lopen, dan worden mijn tegels worden paars. En dan krijg je er nooit meer uit. Dan kan je spuiten en doen wat je wil, krijg je niet meer uit. Zullen we rustig met een kopje koffie binnen even kletsen? Ja, voor mij krijg je geen bakkie hoor. Ja. Wanneer ben je voor het eerst naar de buurman toegegaan om te klagen? Vorig jaar heb ik hem dit jaar nog gevraagd. Aan hem of hij die bomen wil kappen. Dan zegt hij al wat overheen en mag snoeien. Doei. Ja. Dus hij legt eigenlijk het probleem bij u neer? Bij mij. Want heel veel mensen die nu zitten te kijken, die denken misschien, waar maakt die mevrouw zich druk om? Er hangen 4, 5, 6 takken over die schutting. Nou ja, het hangt wel meer eroverheen hoor. Maar waarom heeft ze daar zo'n last van? Ik ben COPD-patiënt en ik kan niet altijd maar die takken knippen. Je bent ziek. Ik ben ziek. COPD misschien. COPD, dus je hebt last van je longen? Van mijn longen, ja. Ja. Want ik zag een bordje bij het raam naast de voordeur. Ja. Met niet roken. Ja, niet roken. Daarom is die serre gebouwd. Dat ze hier kunnen roken, want het mag binnen niet gerookt worden. Nee. Maar rook je zelf? Af en toe. Dat is dan niet zo goed. Als ik heel erg nerveus ben, dan wil ik een sigaretje opsteken. Ja. Maar ik kan me voorstellen, nu met de buurman, dat u heel erg nerveus bent. Heel erg nerveus. Want u zit hier met trillende handen. Ja. Dit verhaal te vertellen. Ja, erg. Zo boos bent u? Ja, heel erg boos. Zou hem zo aan kunnen vliegen. Echt waar? Ja, echt. Spelen er verder nog meer problemen? Ja, de buurman kwam een keer aan de deur klagen over dat hij continu maar tok, tok, tok hoorde. Tok, tok, tok. Ja. En dat komt omdat mijn kleinzoon, ze zit op een dartvereniging. Okay. En dan moeten ze oefenen en dat kunnen ze hierboven doen. Nou, hier hangt het dartbord. Waar mijn kleinzoon dan dart. 20 minuten, half uur hooguit. En langer niet. 2 keer in de week. Nou, dat is het enige. Ja, dan hoor je tok, tok, tok. Maar of dat zo erg is bij hen? Ik hoor het hier bijna amper. En waarom darten ze bij u? En niet gewoon thuis? Nou, omdat ze thuis geen plek hebben om te darten. En ik heb die zolder vrij. Dus ze kunnen hier vrij darten, die jongens onder elkaar. Lekker een dartscompetitie bij oma. Ja. Ik hoor de af en toe tok, maar dat is heel zachtjes. Meester Visser komt de zaak vandaag grondig onderzoeken. Die neemt een deskundige mee en aan het einde van de dag weet u dan precies waar u aan toe bent. Okay. Wat is uw eis voor meester Visser? Mijn eis is dat de buurman zijn tuin helemaal leeg haalt. Helemaal leeg? Helemaal leeg. Oké. Okay. Al die bomen weg. Duidelijk. Ik kom jou zo meteen weer halen, Corrie, als meester Visser onderweg is. Oké. Okay. Dank je wel. Tot dan, even rustig aan. Oké. Okay. Dan breekt het lijntje niet. Ja, oké, dank je wel. Jongen, nou, wat een toestand. De buurvrouw heeft heel veel stress van de overhangende takken. Maar die takken zijn natuurlijk al lang niet meer het enige probleem. Want de buurman klaagt dus over het geluid van het darten. De kleinkinderen darten natuurlijk af en toe op zolder. Kortom, er speelt een heleboel. En ik ben ook ontzettend benieuwd naar de kant van meneer Koevoet. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Meneer Koevoet. Aangenaam. Veel over u gehoord. Mag ik binnenkomen om te kletsen over het gedoe met de buurvrouw? Ik zou zeggen, kom erin. Ja, en zullen we dan gelijk doorlopen naar de tuin eventjes? Ja, oké, dat is goed. Heel graag. Want het is een toestand, heb ik begrepen. Ja. Oké. Nou, dat is hem dan. Ja. Meneer Koevoet, de tuin. Ja, de tuin, ja. En het is inderdaad best een weelderige tuin. Dat is het ook, ja. Is het. En hier onder de waslijn, dat is het plekje waar u normaal gesproken lekker zit. Ja, inderdaad. Ja. En zit u daar nog wel eens? Het is geen pretje om daar te zitten. Door de kleren van die honden.
En wat doen die dan? Ja, wat doet een hond? Blaffen natuurlijk. Blaft hij veel? Maakt hij heel nee, veel? Nee, hij blaft helemaal niet. Hij blaft nooit. Alleen als Kaya buiten legt en de buurman komt in de tuin, dan gromt hij. Oké. Okay. Omdat de buurman zijn klap tegen het hek aangegeven heeft. Klap op het hek? Waarom doet hij omdat dat? Omdat hij Kaya en die hond van mijn kleindochter aan het stoeien waren en herrie maakten. Nou, dan vond hij smiddags vond hij dat vervelend. Toen gaf hij klap tegen het hek aan. Dus nu, als Kaya buiten legt en de buurman komt in de tuin, dan legt Kaya al te grommen en dan komt ze naar binnen en dan zet ze het poot op mijn arm. Dan zeg ik, ja, ik weet het, de buurman is buiten. Echt waar? Ja. Zullen we over het lawaai binnen even doorkletsen? Nou ja, oké. Okay. Ja, dan staan we warm en droog. Laten we dat doen. Loop ik weer achter u aan. Ik ben net bij de buurvrouw geweest. Die klaagt dus heel erg over de overhangende takken in de tuin. Ja, ja. Maar ik heb van haar inmiddels al begrepen dat u last heeft van het darten. Ja, ja. Vertelt u eens wat meer over dat lawaai. Zo'n droge klik tegen de muur. Drie keer achter elkaar en dan even stil. Dan weer drie keer, maar dan uren achter elkaar. Maar is het tok, tok, tok? Ja, ja, in die geest, maar dan behoorlijke decibels, ja. Want waar hoort u het? Tweeluis. Dus dat dringt helemaal ja, door bij die, u in de die geluidsgolven, die gaan naar de fundering. Is dat op de tv geweest? Dat komt al met een gang van 150 kilometer. Tegen je muur. Ja, dat maakt herrie. Dus we hebben het geluid qua darten, dat stoort u enorm. Dan hebben we de honden, ja. Die blaffen heel hard. Speelt er nog meer qua geluidsoverlast? Ja, dat gekwek in die serre. Oké. Okay. Ja, daar heb ik me mateloos aan. En om hoeveel mensen hebben we het ja, dan? Ja, dat weet ik niet, maar toch wel vaak. Een stuk of 4, 5, 6. Ja. En dat is een hele club, hoor. Ja, en wat doen ze dan? Ja, oude hoeren en roken en kwekken. Is er hier vaak geluid in de serre dan? Als we hier zitten te roken, met mijn kleinkinderen en mijn kinderen die roken, ja, dan wordt er gepraat. Het is ergens normaal. Ja, dat gaat niet zo zachtjes natuurlijk. Maar ja, dat moet toch kunnen. Hoeveel kleinkinderen heeft u? 24. Zo, dus u heeft een rijk sociaal leven. Ja, inderdaad. Ik heb een sociaal leven. Ja. En dat wil ik wel zo houden. Maar niet dat ik op mijn tenen moet gaan lopen. Heeft u dat gevoel? Ja, dat gevoel heb ik. Mijn verjaardag vieren we al sowieso niet meer. Omdat we bang zijn dat we te veel overlast bezorgen. Ja. Nu komen mijn kleinkinderen, dat merk ik de laatste dagen, een half uurtje en dan gaan ze weer weg. Maar u denkt dat ze niet langer blijven vanwege de buurman? Ja, als ze zo doorgaan ben ik bang dat er heel weinig komen. Ja. Als ik geen sociaal leven zou hebben, dan ben ik helemaal hier in mijn eentje. Dan komen mijn kinderen niet meer, mijn kleinkinderen niet meer, ja, af en toe. Maar dan heb ik helemaal niks. Dan zit ik hier alleen met mijn hondje. Wat doet de hele situatie met u? Ja, de situatie is van dien uit tot... Ik kreeg er hartklachten van. Och. Ik ben nog in het ziekenhuis geweest bij de cardioloog. En wat zei die? Mijn bloeddruk was niet goed. Hij zei, je zit tegen een hersenbloeding op. Hij zei, ik weet niet hoe het komt. En ik zeg, nou, dat is volgens mij stress van hieruit. Kijk eens, joh. Nou, dit is veel te hoog. 202, 107. En een hartslag van 74. Iedere dag word je ermee geconfronteerd. Ja. En slaapt u er slecht van? Nou, ik denk wel eens, ik hoop niet dat de sodemieter weer begint zometeen. Dat gelul moet afgelopen zijn. Op. Dit is mij duidelijk. Ik kom u zo meteen weer halen als meester Visser ja, onderweg is. Ik... Tot dan even rustig aan. Dank ja. u wel voor het... Graag gedaan. Het is weer een opmerkelijke zaak vandaag. En eigenlijk vind ik het heel erg verdrietig dat twee oudere mensen... die rustig zouden moeten kunnen genieten van hun oude dag... zoveel stress van elkaar hebben. Want Corrie zegt dat ze letterlijk en figuurlijk van plan is... de buurman aan te vliegen vanwege de overhangende takken. En de buurman op zijn beurt heeft een mega hoge bloeddruk... van alle geluidsoverlast die hij ervaart van de buurvrouw. Kortom, ik ben heel erg blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft een geluidsexpert in de arm genomen. We gaan alles tot op de bodem uitzoeken. Ik heb met beide partijen afgesproken hiervoor op straat.
Mevrouw Thijs de Man staat al klaar. Ja. Ga ik nog even de buurman halen. Oké. Okay, goed dat u er al bent. Oké. Okay. Meneer Koevoet, komt u erbij? Het is een rare snuiten voor, mij en er blijven rare snuiten. Wat mij vandaag is opgevallen, is dat jullie eigenlijk allebei zeggen... ik doe het niet, het snoeien van die tak. Nee, maar bij mij wonen niet. Degene die naast mij woont en ze heeft last van overhangende takken... die mag ze wegzagen. Wij willen iemand onderdrukken. Denk een vrouw alleen. Die kan ik er wel even onder de duim houden. Onder de duim houden, maar dat is niet zo. Want ik ben goed gebekt. Maar u kan ook zorgen, dus dat het niet gebeurt... om uw tuin zelf bij te houden. Nee, dat is gelul, want die takken die groeien er toch overheen. Nee, maar als je het bijhoudt met knippen, dat het laag blijft... Ja. Ja, dan komen ze er ook niet overheen. Nee, maar ze zitten wel 5 meter hoog. Het is een zuigerd. Hij had er bloed onder je naast staan. Het is een klein kind. Eigenlijk zou het heel mooi zijn als we gewoon de handen ineens slaan, toch? Ja. Maar als de buurman hulp nodig had, hij weet dat mijn kleinzoon... mijn tuin helemaal opgeknapt heb, had hij ook al mijn kleinzoon kunnen vragen. Nou komen we bij het kardinale punt. En dat is? Jouw kleinzoon is in mijn tuin geweest... om zonder toestemming bij mijn bomen weg te zagen. Is dat zo? Ik zal het niet weten. We ontkennen alles. Dit is niet waar, dit is zo. Dit klopt niet. Dus nou ja, het is op alle punten praktisch haar ja tegen mijn nee. Of haar nee tegen mijn ja. Daar komt het om neer. Maar dat is notabene al dus 8 jaar geleden ongeveer. Ja, maar ik weet het nog steeds. Ja. Maar het zit u nog steeds dwars. Ja, dat vergeet je toch niet? Nee, dat begrijp ik. Mooi, dan zijn we er. Ja, begrijpt u dat ook, buurvrouw? Als u iets gedaan hebt, dan begrijp ik dat. Ja, je weet het donders goed dat u het gedaan hebt. Nou, ik kan ook wel eens wat vergeten, hè, want ik, ik ben ook op mijn leeftijd. Het is een zeiksnor. Hij heeft een snor, maar het is een zeiksnor ook. Ja, het is hartstikke geschift. Dan hebben we naast de bomen ook nog de overlast van de serre. Ja, je vergeet nog iets. Lekker pijltje gooien. Ja, lekker, ja. Je moest eens weten wat de tering je dat geeft. Wel, nee, man. Ach, mens, ik heb er zelf ook helemaal geen last van. Wat hoor je dan? Tik, tik, tik. En u ervaart dat is toch geen overlast? Wel, nee, dat is toch niet storend, man. En dat doet je hooguit een half uur. Oh, mens, uit en dan moest je weer naar de werk. Alsjeblieft, een beetje verhalen. Ik heb nog een naam. Zeg dan mevrouw Thijsterman, maar zeg geen mens. Van half twee tot 5, 6 uur. Nee? Nou ja, het is niet waar. Alles wat ik zeg is niet waar. Nee. Meester Visser, fijn dat u er bent. Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Koevoet is van al. Meneer Koevoet hier van nummer 73. En mevrouw Thijsterman 71. Van 71? Ja. Hier op de hoek. En beide hebben ruzie over de overhangende takken uit de tuin van meneer Koevoet. En over een aantal geluidszaken. Nou, dan gaan we maar gelijk beginnen. Heeft u mij nog nodig? Ja, ik zou jou willen vragen om je... Want wij gaan even naar de tuin van mevrouw. Of jij even in de tuin van meneer wil gaan staan. Ik wacht af tot u mij roept. Ja, dan gaan wij even uw kant op. Gaan we via binnen of via achterom? Ja, we gaan even binnen. Ja? Ja, ik loop wel om. U loopt om? Ja, ik ga wel door de poort naar de tuin. Okay. Als u maar in de tuin komt. Ja? Oké. Okay. Ik denk dat u mijn huis te mooi vindt. Dat u daarom niet de deur heeft, daarvoor loopt u misschien achterom. Wat is precies het probleem? Nou, de takken er allemaal overheen hangen, die drukken dat hekstuk... En ze komen ook door die boomschors nu heen. Twijlen met de kraan open. Ik had gedacht dat de grote bomen nou ja, hier overheen groeiden. Moet je kijken hoe het overheen komt. Sorry hoor, maar ik kan het niet zo goed ontdekken. Nee. Victor? Ja? Oh, ik wil eigenlijk een beetje gaan meten. Ga ik een stukje die kant op? Ja, dan ga ik wel op maar het... Maar het duurt wel even, meester Visser, want het is een enorme boskage. Kijk uit voor die besties, want anders krijg je paarse tegels. Nou. Oh. Ik wil het niet te hard zeggen, maar het is eigenlijk een grote zeikert. Ik hoor nog helemaal niks aan die kant. Nou, maar er gebeurt genoeg, hoor. Nou. Heb je geen kapmes? Nee. En daar komt hij. Ja. Wat is dit? Dat is een vlierbes. Een vlierbes. Ja. De stam staat op 44 centimeter uit de schutting. Als ik daar zo zie staan, dan denk ik bij mij van... heb ik daar nou eigenlijk 8,5 jaar problemen mee. Ik kan het me als niet voorstellen, maar toch is het zo. Dit is een Japanse kerst. Hier in de bosjes? Ja. 69 centimeter is het midden van de stam, toch? 69 centimeter. 69. Ik weet voldoende. Oké. Okay.
Kom eraan, hoor. Ja, maar wacht maar even. Ik heb alle tijd. Kijk eens. Die zijn niet meer voor consumptie geschikt, die neem ik. Nee? Ik eet geen bramen, nee. Waarom niet? Nou, ja, er zitten wel eens wormpjes in. Oh. Zo, dan gaan we nu naar hiernaast. Weet bij de televisie. Denk je nou, hè? Glitter, glamour. Ja, dit is heel wat anders. Ja. Ik schrok echt toen wij hem in de tuin kwam. Denk ik, man, hoe kan je in godsnaam zo leven? Hoe kan dat? Victor. Ja? Kijk je wel eens naar het darten? Ja, ik ben fan. Ja? Als jij nou even naar hiernaast gaat... Ja? Met de kleinzoon van mevrouw op zolder... En, potje darten. Een beetje potje darten. Komt goed. Maar een beetje, meneer is bang dat het te slap gaat. Maar nee, ik ga echt mijn best doen om normaal 180 darten. Te raken. Je kan niet slap darten. Victor, kan je me nog horen? Ja, meester Visser. Jullie kunnen met darten beginnen. Ja. Toppie. Zo, goedemiddag. Goedemiddag, meester Visser. Fijn dat u er bent. Begin jij maar. Ja, is goed. Komt ie aan. Als het goed is, zijn ze nu aan het darten. En dan moeten we stil zijn. Graag, even stil zijn. Niet naar de punten kijken, niet naar de punten kijken. Volgens mij zijn ze niet eens bezig. Sst. Oh, 180! Die klokken van hem klinken harder dan het darten. Nou, en die hoor ik ook niet. Is dit het geluid wat u hoort? Ik hoor het goed, hoor. Ik denk dat u meer last hebt van zijn klokken dan van mijn gepraat in de serre. Ja, meester Visser. Ja, zou jij je nu met zoveel mogelijk mensen die je kunt vinden daar naar de serre kunnen begeven? Naar de serre, ja. En daar gewoon een beetje... Babbelen. Zelf babbelen in de serre met een sigaretje en een voetbalwedstrijd. En de televisie aan. Ja, precies. Ja, gaan we doen. 180. Dan moeten we even boven gaan horen. En dan kan ik wel naar huis. U wilt niet horen? Nee. U gaat gewoon naar huis. Ik ga lekker mee ouwehoeren. Dat is goed. Kijk, daar is oma. Hoor ja, met de hond. Ik ga niet privé bij de buurman naar boven. Dat heb ik niet nodig. De laatste keer dat u met een vreemde man naar boven... Nee. Begrijp het. Het zal wel niet fris zijn. Dus daarom ga ik niet mee naar boven. Goed, de voetbalwedstrijd staat aan. We hebben er een peukje bij. Ja. Nou, ik hoor ze hier al. Ik zou zeggen, laten we gelijk even gaan meten. Trainen, jongen. Die moeten eruit. Zie je? Ja, nu niet normaal. Kijk dan. Ja! Volgens mij hebben we het wel, hè? Ik heb genoeg. We hebben het hier gezien en gehoord. Dan gaan we nu naar de hoorzitting toe. En dan praten we over de zaak verder. Oké. Ik zie u straks. Ja, oké. Tot zometeen. Ja, oké. Okay.